Hoi, vandaag ga ik jullie een Halloween tutorial laten zien. En om te beginnen heb ik alvast een overloop gecreëerd met de Conout sponspalet en het sponsje met de sponstechniek. De kleuren die ik daarvoor gebruikt heb zijn van onder naar boven alle drie van China Glaze. De eerste is Grey Pop. Deze is uit de Up and Away collectie. De volgende is een beetje een roze-achtige en dat is Designer Satin. Ik weet eventjes niet meer uit welke collectie dat deze komt, maar hij lijkt heel erg op Traffic Jam uit de Metro collectie. En de laatste is Peachy Keen, ook uit de Up and Away collectie. Dus daarmee heb ik deze overloop gecreëerd. En voor de nail art heb ik de volgende dingen gebruikt. Dat is de stempellak van Essence in Stamp Me Black. De Conout stempel, schraper en imageplate houder. En een aantal imageplates. Ze zijn allemaal van Bundelmonster. De eerste is BM209. Hiervan heb ik het hoedje gebruikt. Het heksenhoedje. Van... Even kijken, even goed neerzetten. Imageplate. BM224 heb ik het spookhuis gebruikt. En deze takjes hierboven. Van Imageplate BM213 heb ik deze vleermuisjes gebruikt. Deze drie. En van een oude bundelmonsterplate van BM13 heb ik één keer deze vleermuisjes gebruikt. En het heksje. Nou, ben je benieuwd hoe je deze nagels na moet maken of na kunt maken? Blijf dan zeker even kijken. Als eerste stempel ik het spookhuisje van BM224. Dat doe ik met zwarte stempellak van Essence. Zo. Zit hij op het stempelkussen? En dan zit hij hier op mijn nagel. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op de paarse ondergrond. Maar hij zit echt in het hoekje, heb ik hem gezet. Zo. Sorry. Naar boven ga ik de bliksemschichten, of wat zijn het, de takken. Ook van dezelfde imageplate. Doen. Kijk, die komen er heel licht op. Kijk, nou zie je dat het omhoog staat. Dat is niet erg, dat kun je gewoon zo plat duwen. Kijk, ringvinger gestempeld. Dat is de bovenkant en hier ga ik straks het heksje laten zweven. Of vliegen natuurlijk. Ga ik het nog een keertje doen. En dat ga ik hier aan de zijkant bij het huisje. Bij het spookhuisje ga ik het ook nog stempelen. Zo, klein stukje. Even kijken of ik dit er ook nog bij kan krijgen. Hola. Zo. Dan ga ik de heks maken op mijn ringvinger. Ook weer met zwarte stempellak. Deze komt van Imageplate BM13. Dat is de oude serie van Bundelmonster. Maar die zijn nog wel gewoon verkrijgbaar. En deze stempelen niet zo goed, de oude plates. Kijk, zit het heksje erop.
Super leuk vind ik die. Ja, die vind ik echt heel leuk. Dat is die. En dan wil ik bij het huisje hier wil ik nog wat vleermuizen stempelen. Dus dat doe ik met deze plate. Dat is BM213. En daar heb je drie hele leuke vleermuizen. Je hebt op de oude BM plate heb je ook, op de 13 die ik net ook had, daar heb je ook vleermuizen staan. Maar ik vind deze mooier van de nieuwe plate. Zo, ook weer zwarte stempellak erop. Eigenlijk heel simpel, gewoon alles in het zwart bijna. De stempel er licht op duwen. En rol je hem zo over je nagel. En dan zitten ze erop. Nou, op mijn pink, omdat het zo klein is, wil ik daar niet heel veel op. Dus daar ga ik ook wat van dezelfde bomen en een paar vleermuizen doen. Zo, ik heb er even een stukje tussenuit geknipt, want anders wordt het filmpje veel te lang. Maar ik heb nou op mijn pink de vleermuizen en wat boompjes. Ik heb bedacht, ik ga overal de boomachtige dingetjes doen. Op mijn ringvinger heb ik het heksje en wat bomen. Hier heb ik het spookhuis, de vleermuizen en wat bomen. Hier alleen de bomen. Dan ga ik zo het mutsje van de heks opdoen. En op mijn duim heb ik nu het, het spookhuis. En daar wil ik straks ook de vleermuizen en zo bij maken. Maar ik laat jullie nog eventjes zien hoe ik deze ga doen. Dat is het heksenmutsje, deze, van BM209. Dus we doen ook alles met zwarte stempeldak vandaag. Past echt wel in het beeld van Halloween natuurlijk. En we hebben al een vrij kleurige achtergrond. Dus stempeldak aanbrengen. Schrapen. Stempelkussen er licht opduwen. Zit het mutsje erop. En die ga ik zo schuin over mijn nagel stempelen. Zo. En dat is het mutsje. Zo, ik heb nou alle nagels gedaan. Alle nagels zijn ook anders. Ik zal jullie eventjes laten zien. Hier zie je het huisje en vleermuisjes. Hier een heksenhoedje en wat takjes. Weer het spookhuis. Hier de heks. Ik heb hier nog de vleermuisjes bij gestempeld. En daar ook vleermuizen. Ik heb mijn andere hand ook gedaan. Oh, ik zit er helemaal onder, zie ik. En wat ik nu ga doen is, ik ga in het spookhuis. Er zitten kleine raampjes in. Even kijken of jullie dat zo kunnen zien. Nou, die ga ik nog inkleuren met lichtgele stempellak van Conat. En dat... Dus breng ik een drupje aan. Zo. En dan hebben we hier het spookhuisje. Ga ik met dit pennetje erin. En dan heel voorzichtig. Want het is voor mij ook vrij donker. Ga ik dan zo de lichtjes zeg maar inkleuren in de... In het kasteel. Ik vind het erg moeilijk om te praten en om het jullie uit te leggen en te doen. Dus, maar zo is het. En nou, nu is het nog eventjes wachten en dan kunnen we topcoat aanbrengen. Als laatste stap sluiten we af met een topcoat. En omdat ik zwarte stempellak heb gebruikt, dan gebruik ik altijd de topcoat van Conat. Als je een andere topcoat gebruikt, dat kan wel, maar dan smeer je heel snel de zwarte stempellak uit. En ja, dan wordt het gewoon niet mooi van. En dan is dit uiteindelijk het resultaat. Nou, ik wens jullie een hele fijne Halloween. Als je ook Halloween nagels hebt gemaakt, laat me even weten wat jullie hebben gemaakt. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop dat jullie het een leuke tutorial vinden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!